De Amsterdamse jeugd, die zich inspant voor de anti-hongeractie 10x10, heeft in het hart van de hoofdstad op een nogal in het oogvallende manier de eerste Bijlmermeertjes verkocht aan burgemeester Van Hal, die in de morgenuren naar de Dam kwam om zo'n pakketje koek in te slaan. Nu is het langzamerhand een bekend feit dat de Bijlmermeer de Amsterdamse burgervader tamelijk zwaar op de maag ligt. Vandaar dat het niemand zal verbazen dat hij zich haastte om met de rest van zijn aankoop enkele woningzoekende gevleugelde ingezetenen van zijn stad bij te staan. 2 voor 45 cent. Deze koeken zijn het beslist waard, want de baten zijn voor de actie 10 maal 10. De anti-hongeractie. Behalve door de verkoop van Bijlmermeertjes haalde Jong Amsterdam ook geld binnen met een door veel tamtam begeleide schoonmaakactie. Tegen een passende vergoeding ruimde de jeugd in Nieuwendam talrijke tuinen en erven netjes op. De hoofdstad organiseerde voorts sportwedstrijden waarvan de inschrijfgelden aan de 10x10 actie ten goede kwamen. In Arnhem zagen duizenden de excellente Haagse middenvoer Schmelzer de aftrap en nog andere lichaamsbewegingen verrichten in een voetbalwedstrijd ten bate van 10x10. Zo spannen duizenden zich in om te bereiken dat honderdduizenden medemensen in de noodlijdende gebieden van de wereld elke dag een portie voedsel krijgen. Om te bereiken dat ook deze kinderen spoedig even vrolijk en onbezorgd kunnen dansen en springen als de Nederlandse jeugd, die met de 10x10 actie op zulke hartverwarmende wijze getuigt van naastenliefde en medegevoel voor de minder bedeelden op deze aarde.